Wie zit er nu niet in scène 1? We beginnen met Susanna. Mijn vriendin en ik hebben allebei een dochter. En die wilde graag toneel spelen. En die deden dat bij een theatercursusbedrijf. Alleen dat hield op. En toen zeiden wij tegen elkaar, dan beginnen wij toch een toneelvereniging hier in Leidsche Rijn. Dat was in 2011. En nu zijn we 6 jaar verder. En nou hebben we bijna 55 kinderen, zo even uit mijn hoofd, in 4 verschillende leeftijdsgroepen. We zijn ooit begonnen met het idee dat kinderen op school zoveel moeten presenteren voor de klas. En dat niet elk kind in staat is om goed een verhaal te doen. Dus wij zagen het meer als een hulp voor kinderen om zekerder te worden van zichzelf. Maar het leert kinderen, en dat zien we echt elke keer weer, heel goed zich staande te houden bij het spreken in het openbaar. En dat is voor de rest van je leven natuurlijk ook heel waardevol. We zijn met de toneelstukjes bezig, Street Story. Het is een leuke voorstelling, vooral realistische dingen, maar wel op een leuke manier verteld. Vorig jaar en dit jaar doen we echt serieuzere stukken. Ja, precies. Ook echt met een verhaal erachter wat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Het is fijn om nu een stuk te kunnen spelen wat een stuk serieuzer is. Ja, precies. Met dat subsidiegeld houden we onze vereniging draaiend. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Dat hebben we keihard nodig. We hebben 3 bestuursleden. En wij proberen met z'n drieën de organisatie van alles te doen. We huren regisseurs in. Nou, verder huren we repetitieruimte. We kopen soms de auteursrechten van een toneelstuk. En nou ja, er zijn nog allerlei andere postjes waar wij ons geld aan besteden. Bijvoorbeeld ook promotie en een website in de lucht houden. We hebben nog steeds een wachtlijst voor de jonge kinderen. Dat willen we niet. We willen heel graag voor iedereen een plek hebben. We moeten natuurlijk wel kinderen blijven werven om onze vereniging staande te houden en te laten groeien. We zitten erover te denken om dezelfde toneelstukken die we nu in Leidsche Rijn spelen, wellicht over te hevelen naar een andere wijk in Utrecht. En parallel dezelfde voorstelling te spelen. Dus zo kunnen we de wachtlijst laten inkrimpen en hebben we een nog groter bereik met onze toneelvereniging. We zijn een vriendengroep, zou je kunnen zeggen. We willen vooral dat iedereen het leuk heeft. En iedereen mag komen. We zijn voor iedereen een club waar je vooral heel veilig moet voelen. Want je, ja, alleen als je je veilig voelt, dan kan ook je creativiteit naar buiten komen. En we willen kinderen stimuleren om creatief te zijn, met elkaar samen te werken en vooral veel lol te hebben. Dus we zijn allemaal gewoon een hechte groep en we vliegen met elkaar, dus het is ook fijn. Het is ook gewoon gezellig elke avond weer.